is een kennisclip over werken met het e-portfolio. In deze kennisclip geef ik een korte uitleg over hoe het portfolio werkt. Als je student bent geweest in de Bachelor Geneeskunde, curriculum 2015, ken je het portfolio al uit de Bachelor. Voor de Master krijgt het portfolio nieuwe functionaliteiten en kun je ook via een tablet met het portfolio werken. Ik ga in op Scorion via de computer en op Scorion via een tablet. Verder volgt een korte uitleg over welke onderdelen er allemaal in het portfolio zitten. Het portfolio houdt dezelfde inloggegevens als tijdens de Bachelor. Je kunt via dezelfde URL het portfolio openen op je desktopcomputer. Om tijdens je co-schappen te kunnen werken met het portfolio is er een tabletversie van Scorion beschikbaar. Dit is Scorion X. Dit is een web-based applicatie. Scorion X op de tablet gebruik je om tijdens je co-schappen feedback te vragen en om altijd een overzicht bij de hand te hebben van je vorderingen en leerdoelen. Mocht je nog geen inlog hebben voor het portfoliosysteem Scorion, stuur dan een e-stip. In de uitgebreide handleiding Werken met Scorion vind je nog meer informatie over werken met het systeem. Hier zie je een plaatje van hoe de inlogpagina van Scorion eruit ziet als je op de desktopcomputer werkt. Hier zie je een plaatje van hoe de inlogpagina van Scorion X eruit ziet als je op je tablet werkt. De inloggegevens zijn overigens hetzelfde als wanneer je op je desktopcomputer zou werken. Het portfolio wordt net als tijdens de Bachelor gebruikt om je professionele ontwikkeling te monitoren. Er is een aparte kennisclip over werken met het persoonlijk ontwikkelplan. Daarnaast wordt het portfolio gebruikt om jouw vorderingen tijdens de co-schappen te monitoren. Als co-assistent werk en leer je in de praktijk. Om goed te kunnen leren is het van belang dat je vaak om feedback vraagt. Het portfolio is ervoor bedoeld om feedback te kunnen vastleggen en zo je voortgang te kunnen monitoren. Je vraagt feedback door een formulier korte praktijkbeoordeling te laten invullen, kortweg een KPB. In een KPB vraag je concrete feedback op iets dat je hebt gedaan, bijvoorbeeld het afnemen van een anamnese. Het doen van een anamnese is onderdeel van de Entrustable Professional Activity, kortweg EPA, het medisch consult. In een KPB word je op een bepaald supervisieniveau gescoord. Als je voldoende keren een bepaald niveau hebt gescoord, behaal je een EPA. Er is een aparte kennisclip over KPB's en EPA's. Je ingevulde KPB's en behaalde EPA's vullen je portfolio. Tijdens een tussenbeoordelingsgesprek of een eindbeoordelingsgesprek bespreek je met je opleider hoe het gaat en of je voldoende vorderingen maakt. In dit overzichtsfilmpje over het portfolio laten we zien hoe een en ander in de praktijk gaat. Als co-assistent ben je eigenaar van je portfolio. Het is de bedoeling dat je het portfolio inzet om laagdrempelig feedback te vragen en zo een goed overzicht te krijgen over je vorderingen en aandachtspunten. Wanneer je aan iemand feedback vraagt middels een KPB-formulier, kan de invuller van dit KPB-formulier verder niets van je portfolio zien. Hij of zij vult alleen dit specifieke formulier in. De ingevulde KPB's vullen je dashboard in het portfolio. Op dit dashboard wordt hierdoor zichtbaar welke EPA's je op welk niveau beheerst. Dit dashboard kun je desgewenst laten zien aan een opleider op de werkplek. Je docentmentor kan je hele portfolio inzien, met uitzondering van je reflectieverslagen. Die zijn alleen voor jouzelf zichtbaar, tenzij je besluit een reflectieverslag met iemand te delen. Een beoordelaar op de werkplek kan ten tijde van een beoordelingsgesprek je portfolio inzien, ook weer met uitzondering van de reflectieverslagen. Het portfolio is dus vooral bedoeld om jou als co-assistent te helpen te werken aan je ontwikkeling. In Scorion heb je nu een bachelor deel, dit ga je niet meer gebruiken, en een master deel.
In het masterdeel van het portfolio kun je alle formulieren die je tijdens je co-schappen nodig hebt toevoegen. Je maakt hiervoor eerst formuliergroepen aan. Via invoegen kies je voor het toevoegen van de episode waar je mee gaat starten en het co-schap of de co-schappen die daarbij horen. Je kiest voor het toevoegen van de formulierengroep professionaliteit en je kiest voor het toevoegen van de formulierengroep reflectie. Per formulierengroep kun je meerdere formulieren toevoegen. In de volgende dia's volgt een kort overzicht van de verschillende formulieren die er zijn. In principe kun je alle formulieren klaarzetten terwijl je werkt met Scorion op de desktopcomputer. Daarna zijn die formulieren ook zichtbaar in Scorion X op je mini-tablet. Op je mini-tablet via Scorion X kun je deze formulieren ook allemaal toevoegen. Aangeraden wordt om vooral je mini-tablet te gebruiken voor het toevoegen van KPB-formulieren. Scorion X, de versie op de mini-tablet, is namelijk nog in ontwikkeling. Aangeraden wordt om de formulieren thuis klaar te zetten via de computer. In de volgende dia's volgt een overzicht van de formulieren per onderdeel. Als co-assistent ben je in de lead met betrekking tot je formulieren en beoordelingen. Jij moet de formulieren steeds aanmaken. Op het moment dat je klaar bent met een CKO-voorblok, dan open je het formulier CKO-voor. Vul je de juiste gegevens in en stuur je het door naar de episodecoördinator. Hetzelfde geldt voor de eindbeoordeling episode. Op het moment dat je aan het einde bent van CKO na, vul je op het formulier eindbeoordeling episode de juiste gegevens in en stuur je dit naar de episodecoördinator. Op het moment dat de episodecoördinator de formulieren verwerkt, komen je resultaten automatisch terecht in Osiris, het systeem waar alle tentamenresultaten in worden verwerkt. Bij elk co-schap heb je minimaal één tussenbeoordelingsgesprek en één advies-eindbeoordelingsgesprek. Deze formulieren kun je voor invullen en opsturen naar je opleider. De opleider ontvangt dan een link in zijn of haar mailbox en daarmee kan deze betreffende opleider op dat moment jouw portfolio inzien. Hij of zij ziet je dashboard en kan zien hoeveel KPB's je hebt gevraagd en op welk supervisieniveau je EPA's scoren. De opleider gebruikt deze informatie om met jou het gesprek aan te gaan over je functioneren. Nadat het gesprek is geweest en het formulier is afgesloten, kan de opleider het formulier en je portfolio niet meer opnieuw openen. Na het advies-eindbeoordelingsgesprek stuur je het volgende formulier, dat is het formulier-eindbeoordelingsgesprek, door naar de stagecoördinator Radboud UMC van dit co-schap. Die zal de advies-eindbeoordeling definitief maken. Voor opleiders is er een losse kennisclip over het beoordelingsgesprek en de formulieren. Verder kun je tijdens je co-schap zelf nog een zelfevaluatieformulier invullen. Tijdens elke episode dien je minimaal één keer een zelfevaluatie te doen. Tijdens dit zelfevaluatieformulier evalueer je hoe ver je bent met je leerdoelen. Met je docentmentor bespreek je na elke episode je zelfevaluatie. Het belangrijkste formulier tijdens het doorlopen van je co-schappen is het KPB-formulier. Je kunt zoveel KPB-formulieren aanmaken als je wil. Op het moment dat je op je tablet een KPB-formulier opent, kun je op maximaal 3 onderdelen feedback vragen. Elk feedbackonderdeel geldt dan als een KPB-formulier. Het KPB-formulier kun je snel op de werkvloer samen met je begeleider invullen op je tablet. Je kunt zelfs de tekst in het formulier inspreken via de microfoon van je tablet. Na het afsluiten van het formulier wordt het meteen zichtbaar in je dashboard. De KPB-formulieren kun je via je tabletcomputer aanmaken en invullen. Alle overige formulieren maak je aan op een desktopcomputer. Soms maak je als co-assistent gedurende een co-schap iets mee dat veel indruk maakt. Het kan je leerproces helpen als je hier een reflectie over schrijft. Daarvoor kun je in de formulierengroep reflectie een reflectieformulier aanmaken. Deze reflectie is voor jezelf. Als je het prettig vindt voor je ontwikkeling, mag je je reflectie altijd laten lezen aan een opleider of je docentmentor, maar dit hoeft niet.
De reflectieformulieren zijn een extra onderdeel in het portfolio van je master om jou een plek te geven je gedachten op te kunnen schrijven. Deze formulieren zijn dus echt alleen voor jezelf te lezen, tenzij je het formulier met iemand deelt. Ten slotte de formulierengroep Professionele Ontwikkeling. Hierin zitten de volgende formulieren. Het formulier Mentorgesprek. Hierin verwerk je de voorbereiding voor het gesprek met je mentor. Het formulier Gespreksverslag. Hierin doe je verslag van je mentorgesprek. Het formulier Persoonlijk Ontwikkelplan. Hierin verwerk je je leerdoelen ten aanzien van de EPA's, ten aanzien van klinisch redeneren en ten aanzien van je professionele ontwikkeling. Je persoonlijk ontwikkelplan of POP is een groeidocument dat gedurende je hele coachschappen jouw leerdoelen bijhoudt. Er is een aparte kennisclip over professionaliteit. In deze kennisclip kreeg je een kort overzicht over het portfolio voor de Master Geneeskunde. Er zijn diverse kennisclips over specifieke onderdelen van het portfolio. Daarnaast zijn er uitgebreide documenten met informatie over EPA's en werken met het portfolio.